Oh! Goedemorgen mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben een beetje een baardje. Goedemorgen, vandaag is het vrijdag, het is heerlijk weer. En laten we beginnen. Gisteravond, ik weet niet of jullie mij ook volgen op social media. We waren met een paar auto's, gingen we shooten op de Maasvlakte. En dat was heel leuk. Ja, het was echt lachen. Ja, dat was wel grappig. Maar ja, we gaan dus vandaag... Ik ga met Martijn zijn Nissan 370Z ophalen. Die heeft hij laten rappen met een... Ja, dat is nog een verrassing. Dus jullie gaan zijn reactie zien. En natuurlijk ook wel mijn reactie. En de auto zelf. Ik ben ook heel erg benieuwd. Hij komt mij ophalen. We hadden eigenlijk om 9 uur afgesproken. En dat we half 10 daar zouden zijn. Maar hij is al... tot nu toe is hij een uur te laat. Nee, het was zeg maar zo. Ik appte hem zo. Ik dacht 9 uur is die hier weer zo. Maar ik dacht ik app hem zo om 9 over 10 of om 10 over 9. App maar als je er bent, weet je wel. Een tijdje later zei ik zo, of lig je nog te slapen? Kreeg ik zo om, wat was het? 4:45 of zo, of 9:30. What the fuck, wekker niet gegaan. Nou ja, ik heb alle tijd, dus... Het is vrijdag, ik ben vrij, dus hij komt eraan met gewoon met zijn normale auto's, daily. En dan gaan we zijn Nissan ophalen. En dan rijd ik zijn auto weer terug. Ik ga jullie meenemen vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Het wordt de eerste soort van autovlog-achtig iets. Dus ja, enjoy! Oké, jongens, we zitten in de auto en... een zieke vogel of zo. Die had aardig wat in zich. Dus, maar ja, dit was wel heftig. Dus hij moest gewoon even stoppen om even zijn ruit schoon te maken. Oh ja, want zijn ruit de wisselvloeistof was op. Ja. Goed bezig. Oh. Voor zijn leven. Weet je, we hebben geen haast. Kijk hem, glazen was er. Oh, we zijn er, we zijn er. Spannend, spannend, spannend. Oh. Oké, de rap van Nissan. Daar komt het. Oh! Gaaf man. Ja? Wow. Hi. Hi. Oh, dit is dik. Zo. Oh, dit is gaaf. Echt heel vet. Oh, met het logo. En dat bij jongeren door overmaat is van de NVDX uit Radio 1 dat zorgverleners erop alert moeten zijn. Dan heb je het over alertheid in jeugdgezondheidszorg. Dat is mooi gemaakt, man. Over alertheid bij huisartsen. Bij de hulp. Nee, geen probleem. Ik zeg heel eerlijk, wij hadden wel minder, in ieder geval, we vinden het vetter dan dat die op de foto eruit sneller willen, dan kan je hem even mailen. Ja, ik vind het echt zo dik. De restaurantactie van Albert Heijn is er weer. U kunt sparen voor een gratis 2-3 gangen menu. En dat avondje gezellig uit eten is nu wel heel dichtbij. Ja, hè? Zo. Ja, niet kijken, niet kijken. Hoe weet je dat ik hem neer heb? Ja, voor die muur, ja, wat jij mooi vindt. Ik denk wel een beetje in de zon. Ja, zeg maar schuin en dan met kont tegen de muur. Ja, top. Ben je blij? Ja man, ik ben mega blij. Hij is echt super dik geworden. Ja. Oké jongens, we hebben even wat foto's gemaakt met de 370 bij het politiebureau. Maar ja, het was een onbemand politiebureau, want we wilden eerst naar binnen gaan om het te vragen. Maar ja, dus toen stond er eigenlijk op dat er niemand aanwezig was. Dus we dachten maar van, nou dan gaan we gewoon een paar foto's maken en dan zijn we weer weg. Maar toen kwam er dus net een politieagent aan, wat zijn jullie aan het doen, dit, dat. Maar ja, maakt niet uit, we mochten gewoon 5 minuten even foto's maken. En nu gaan we er weer vandoor. En ik rij nu in de BMW, yeah. Nou mensen, we zijn weer onderweg. We zijn nu onderweg naar Rotterdam. Gaan we nog even wat fotootjes maken van de 370. Jullie hebben mij nog nooit met een bril gezien. Maar voor het autorijden, van veraf heb ik altijd een bril. Dus, ja. We hebben net even een uurtje bij mij thuis gechilled om de camera op te laden, de accu. Want die was helemaal leeg. Nou, aangekomen op de meent. Even bij Cynthia kijken. Fiets is door. Update. We hebben even geshoot. We zijn nu bij het RDM in Rotterdam. Nu gaan we weer vandoor. Ja.